We staan hier bij de Bisschop Davidsschrift, daar waar Veenendaal ooit begon. Gilbert van Schoolbeke kreeg een concessie van Karel V om veen te mogen afgraven. Dit is het kanaal wat speciaal gegraven is om het veen te vervoeren wat hier werd afgegraven. We staan hier in de voormalige sigarenfabriek van Ritmeester en ik wijs even hier op de naam van Schuppen. Dat is de grondlegger van deze fabriek geweest. De plaats waar voorheen talloze sigaren zijn gemaakt en in bloeitijd 1500 werknemers actief waren. Nu is de fabriek gesloten, maar het symboliseert wel het tijdperk in Veenendaal bij de wolindustrie, maar ook de sigarenindustrie een belangrijke factor vervulde. En dat hard werken en het ondernemerschap zit eigenlijk in de genen van iedere Veenendaler. Eigenwijs, samensterk, ondernemend en buiten kaders denkend.